Ze zitten verankerd in ons nationaal geheugen met hits als De Troubadour en Visite, Lenny Koer uit Eindhoven. Ze was 19 toen ze met De Troubadour deelnam aan het Eurovisie Songfestival van 1969, jawel, lang geleden. Sindsdien is er veel gebeurd, ze heeft talloze liedjes op de plaat gezet en ze is een stuk wijzer geworden. En over dat wijzer worden, daar heeft ze nu een boek over geschreven, hier ligt het. Gekust door de eeuwigheid, reis naar een ruimer bewustzijn. Wat bedoel je met een ruimer bewustzijn? Ruimer harmonieën, dus... Je kunt, er zijn, het harmonisch perspectief kan je gewoon vergroten. Hè? Het kan zowel in de muziek, in alles, in je hele denken. Dat wil zeggen dat je dus binnen die harmonie, zoals bijvoorbeeld een hele grote compositie, niets uitsluit. Dus alles past in die harmonie. En die wordt door de componist, zal ik maar zeggen, worden alle onderdelen gekend. En naar een hoger plan gebracht. Dus in een compositie heb je vaak dat die dissonanten tegen elkaar schuren. En op een gegeven moment lost het op. Ja. Maar het is dus inderdaad de weg naar ruimer denken, ruimer inzicht, ruimere harmonieën. En jij bent nu ruimer van denken dan dat 19-jarige meisje wat we... Toen op de planken zagen. Het heeft ook te maken met wie je zelf bent. Ik wilde altijd weten of een mens meer was dan alleen de beeldvorming die hij van zichzelf had. Want je creëert toch je imago. En zeker als je een heel sterk imago hebt zoals ik. Ook je ziet je eigen naam overal staan. Ben je dat dan? Nou. Of ben je iemand anders? Nou, laten we dan eventjes over jouw imago gesproken een klein filmpje laten zien met een aantal dingen uit jouw carrière. Dan weten we wie Lenny Koer is, als we dat zien. Visite, een huis vol visite. Ik ken je pas een dag en denk alleen nog maar aan jou. Maar ja. Misschien is het gevaarlijk hoe het alles speelt te mal. De troubadour, de troubadour. La 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 la. Ja, dat is gewoon een legendarisch lied, wat je nog steeds zingt ook, ja, hè? Het past nog steeds heel goed bij mij. Als Visite zing ik niet meer, want het vind ik echt gedateerd en het hoorde bij een bepaalde tijd. Dat was een uitstapje, hè? Een beetje ja, buiten. Ja, het was een muzikaal uitstapje. Maar de Troubadour is echt iets wat iets van mijn ziel is of zoiets, hè? Maar dat heb ik net al een beetje uitgelegd. Ja. Ja. Over die ziel gesproken, dit boek. Jij zegt, ik ben ruimer gaan denken. Dat is een hele route geweest. Daar doe je een leven lang over. Daar ben je misschien nog niet mee klaar. Maar er zat een crisis in. Ja. Vertel eens over die crisis. Wat ging er mis? Ik wilde op een gegeven moment, ik dacht, ik wil geen boeken meer lezen. Ik wil het zelf weten, echt zelf voelen en weten wat het nou is. Bestaan er diepere gronden? En ik had altijd het idee van wel. Ik had het idee alsof een mens en wezen opgesloten is in een kamer, terwijl het dus de hele oneindigheid tot zijn beschikking heeft. En ik wilde dat zelf gaan onderzoeken. Dus ik ben eigenlijk wel een ondernemer. Dus ik... op een gegeven moment had ik een leraar gevonden en ik ben die weg gegaan. Ik was nog geen 3 weken aan het onderweg. Wat deed je dan? Mediteren of zo? Mediteren, ook contemplatief, maar ook zelfonderzoek, noem maar op. En op een gegeven moment stond ik ergens te zingen en ik verloor mijn stem op een hele drastische manier. En ik wist van dit is iets heel ergs. Achteraf gezien is wat ik toen had, dat is niet te genezen. Ik ben niet zomaar even hees. Dit gaat lang duren. Nee, het heeft niets met heesheid te maken. Het was een soort spasmodische dysfonie, heet dat. Maar dat wist ik toen nog niet. Maar ik wist wel dat het heel ernstig was. Dat is verschrikkelijk voor de zangeres. Ja, want je ziel raak je dan kwijt. Je weet niet meer wie je bent. Je weet niet meer wie je bent. En dat heb ik eigenlijk als... onbewust heb ik dat volkomen geaccepteerd als mijn tool, mijn gereedschap, om daarmee aan de slag te gaan. Ik was inderdaad niet meer de zangeres en ik wist ook niet of ik dat ooit nog zou worden. Mijn grote liefde was weg. Hoe lang heeft dat geduurd dan? De ergste duurde een jaar. En daarna heeft het nog 6 of 7 jaar geduurd voordat echt de kracht terugkwam. En dus op een gegeven moment leerde ik... Dat overgave een belangrijke tool, een belangrijke factor is om tot een grote
om tot een grotere inzicht te komen. Je doorbreekt daardoor je patronen, je doorbreekt daardoor je hele beeld van wie je bent. En je stapt een avontuur binnen met eigenlijk het verlangen om helemaal nieuw te zijn. Dus je weet, je gaat iets opgeven, maar tegelijkertijd ben je heel wakker en open voor... Ja, maar wat dan? Hè? Maar niet op die manier, maar echt een wakkere... En uiteindelijk is daar toch weer een zangeres tevoorschijn gekomen. Is dat een andere zangeres dan voor die tijd? Het heeft me zo geïnspireerd. Want alles wat je dus kunt weten en wat kunt voelen en waarnemen... dat had je van tevoren nooit zo kunnen weten. Dat is iets wat heel persoonlijk is. En je interpreteert het klinkt als een soort wedergeboorte eigenlijk bijna. Hè? Zo kan je het wel zeggen. Ja. Maar goed, ik heb het allemaal opgeschreven. Ja, precies. En dat staat allemaal in het boek. En het heeft geleid tot prachtige liedjes. In elk geval prachtige teksten die ik in het boek heb gelezen. En één daarvan staat op muziek. En die gaan we nu voor het eerst, want die hebben we nog nooit ergens gezongen. Ja, en ik vind het ook een beetje eng, want ik heb het pas met Rob gemaakt, mijn man. En we waren in Frankrijk in de Drom. En heel hoog in de berg in de Cervelle. Ja, het kon ook niet anders. Het was... Als je gekust wordt door de eeuwigheid, nou, dan is het daar echt wel. Ja. Dus daar hebben we het lied gemaakt. Zo heet het lied, Gekust door de eeuwigheid, we gaan luisteren. Ja, en de presentatie van het boek is 11 september in Heeswijk-Dinter. Op onze site te vinden. Lennycoeur.nl Ach, wat heb je me ontroerd. Met Schubert's fantasie in F werd ik een moment ontvoerd. Het is nu pas dat ik dat besef. Kleine Portugese vrouw, je handen vol van tederheid. Die zondagavond werd je echt gekust door de eeuwigheid. Er was geen notie van de tijd. Heel leven, er was alleen maar dat moment om te beleven. Bovenop de berg de wind, de zon die op je haren schijnt, het water dat zijn bedding vindt, de stilte waar je in verdwijnt. Lieve onbekende mens, als jij je van je ik bevrijdt, dan word je op een mooi moment gekust door de eeuwigheid. Dan word je op een mooi moment gekust door de eeuwigheid. Ja, Sjonze kan het nog, hè? Ja, zeker. Vond ik mooi. Een mooie stem. Ja, mooi, hè? Ja, ja, en het grappige is ook als... je hoort meteen Lennycoeur. Ja, hè? Ja, zo herkenbaar. Ja, herkenbaar. Prachtig. Goed, Wout, als we jou over een jaar bellen, waar werk je dan? Bij mij. Oh, nou, dat... Je biedt hem nu al een baan aan. Oh, als het zou kunnen, heel graag. Ja. Jozet, noem eens één argument waarom die ondernemer moet worden. Ja, vanwege het enthousiasme. Ja. Je moet gedrevenheid en passie hebben. Nou ja, dat straalt er vanaf. Ja. Goed, we gaan de uitzending afronden. Ik moet nog even zeggen dat je boek volgende week gepresenteerd, 11 september, je zei het net zelf al. En we mogen één boek weggeven, één boek gekust door de eeuwigheid. En 3 keer 2 kaarten voor je theatertour. Je gaat weer heel veel optreden het komend seizoen. Ja. En daar kunnen mensen dan naartoe. Stuur je motivatie naar onderons@omroepbrabant.nl. En dan krijg je het misschien toegestuurd.